nieuws is dat wij nu 3 locaties hebben van Reinaarden. Hier in wijk bij de Huurstede. Hier achter mij is Wijkstede. En we zijn hier bij het rondeel en arbeidscentrum Vos. Die zijn nu veel dichterbij gekomen, dus we zijn nou bijna buren. Ja, ik hou niet van 1 plek, juist. Dus ik hou van meer 3 plekken. Dus ik kom ook andere mensen tegen. Maak ik even een praatje mee. Hallo, hoe bevalt het om hier te zijn? Heel leuk, juist. Ook andere mensen leren kennen. Dus dat is hartstikke leuk. Dus we kunnen over en weer lopen. We kunnen elkaar bijstaan. Ja. Ik woon hier vlakbij. Ik had gelezen dat er inloop was. Het hele grote nieuws is dat wij hier een soort praathuis hebben gemaakt. Ja, de mensen die alleen thuis zitten, dan kan hier gewoon komen gewoon om iets leuks te doen. Wij noemen dat Wijkstede op het Rondeel. En dat is een samenwerking met de gemeente. En die zijn met een vraag gekomen van, goh, er zijn nog heel veel mensen die achter de ramen zitten, die we niet kunnen bereiken. Hoe kunnen we dat? We zijn een babyskreet aan het doen. Die mensen geen geld hebben, die niet een babykleed kan betalen. En die krijgen dan babykleedjes. Oh, ik vind het goed. Gezelligheid. Een lekker bakje koffie drinken en met z'n allen een praatje maken. Anders zit ik alleen thuis, ja. Met mijn vogeltjes. Lekker koffie drinken, vriendschappen sluiten. Ik heb uitdaging nodig, afwisseling nodig. En gezelligheid nodig. Als we net als een gedreven vrouw, die wil gewoon graag werken, die wil prestatie leveren. Ja, de mensen zijn gezellig. En ik vind het ook leuk om andere werk te doen, juist. Dit is alles mooi. Die ook mooi, die ook mooi, alles mooi. Ja. Zo hebben we gewoon die binding, die kracht van onze Reinaarden met de gemeente. Dat is een ontzettend mooi samenspel. Ja. Lekker gezellig. Er is zoveel eenzaamheid in de wereld. Dat, dat is een oplossing voor mensen die zich eenzaam voelen. Ik vind het goed.